hitparade is bekend. Die hou je niet alleen omdat je aardig bent. Je moet investeren als je ster wil zijn. Want enkel met veel geld wordt je muziek pas fijn. Misschien hebben ze gelijk. En hoeveel zouden we dan moeten investeren? Alles, maar ik weet natuurlijk nog niet hoeveel geld jullie te investeren hebben. En hoe weten we dat u te vertrouwen bent? Je hebt toch mijn kaartje? Wat hebben we te verliezen? Zo'n mooie vrouw als jij bedriegen? Nee, dat doe ik niet. Zo'n mooie vrouw als ik? Zeg, heb jij al plannen voor maandagavond? Nee, nog niet. Zie je ons al zitten bij een restaurant met kaarslicht en een sfeervol muziekje erbij? We hebben nog 300 euro in de kast. Denk je dat het genoeg is, Krim? Met dat geld staan jullie aan het einde van de week in alle hitparades. Het is het laatste geld dat we nog hebben. Ik denk dat we het moeten doen. Maar moeten we niet wachten tot Eve en Ed terug zijn? Dames, ik kan alles voor jullie doen, maar tijd is geld. Zullen we morgen bellen om te kijken of we het wel doen of niet? Morgen is te laat. Ik heb vanavond een etentje met belangrijke mensen uit de muziekwereld. Als jullie beroemd willen worden, dan moet dat vandaag. Ik weet niet waarom, maar ik twijfel toch. Oké, luister. Hey, I'm the man. Voor ieder die wil stralen, is het goed dat ik er ben. Ze noemen me Big Daddy of ze zeggen Mr. Chris. Maar in de entertainment ben ik enkel Chris de Bliss. Chris, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet wat entertainment is. Hij vraagt wel investeringsgeld, maar dan gaat je succes versneld. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet ook wel wat scoren is. En ziet hij weer een leuke meid, dan krijgt zij investeringstijd. Yeah, I'm cool. En in de entertainment weet de Bliss het goede doel. Kom maar met die flappen investeren is gewoon. De Bliss maakt zangeressen tot een super poppico. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet wat entertainment is. Hij vraagt wel investeringsgeld, maar dan gaat je succes versneld. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet ook wel wat scoren is. Dan ziet hij weer een leuke meid. Dan krijgt zij investeringstijd. Check it out. Ik ga niet voor het zilver, maar volledig voor het goud. Dus kom maar snel je stoel uit. Ik ben de juiste man. De Bliss belooft dat elke zanger popster worden kan. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet wat entertainment is. Hij vraagt wel investeringsgeld, maar dan gaat je succes versneld. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet ook wel wat scoren is. En ziet hij weer een leuke meid, dan krijgt zij investeringstijd. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet ook wat entertainment is. Hij krijgt ook investeringsgeld, maar dan gaat je succes versneld. Bliss, Bliss, Chris de Bliss. Hij weet ook wel wat scoren is. En ziet hij weer een leuke meid, dan krijgt zij investeringstijd. Nou, ik hoop maar dat u ons beroemd kunt maken. Dames, als jullie nog twijfelen, kom dan maandagochtend om 10 uur naar mijn kantoor toe en dan kan ik gelijk vertellen wat het diner van vanavond had opgeleverd. Over diner gesproken? Schoonheid, maandag maken we een afspraak voor een diner bij kaarslicht. We zullen er maandag zijn. Later. Ik wou dat Eve en Ed opschoten, dan konden we repeteren. Ja. Hey. Chris de Bliss is langs geweest en hij gaat ons beroemd maken. Chris de Bliss, dat klinkt als de naam van een oplichter. Jullie hebben hem toch niks gegeven, hè? Nou, alleen maar 300 euro. 300 euro? Waar moeten we dan dat dak van betalen? Dak? Heb je het gat in het plafond dan nog niet gezien?
Wat? Hoe kan dat nou weer? Dat komt door de bouwvakkers die Ed heeft geregeld. Het hele dak blijkt verrot te zijn. Ik heb maandag een diner bij Kaarslicht met Chris de Blis. Dan hoop ik maar dat die Chris van jou te vertrouwen is, want anders zijn we nu failliet. Heb je wel het juiste nummer gebeld? Hier, kijk maar op het visitekaartje. Ik vertrouw het niet. Was Chris de Blis op zijn kantoor? Jongens, het is over. Afgelopen. Die Chris is een oplichter. Hè? Hoe kan dit nou? Was zijn kantoor soms dicht? Koning zegt 53. Weet je wat dat is? Het is een leegstaand slooppand. Toen we daar waren, was de zaak verdwenen. Arme Mel. Hij had het nog wel over een etentje bij Kaarslicht. Heb je niet vergist in de straat of zo? Nee, toen we het verdacht vonden, zijn we gelijk naar de politie gegaan. Onze omschrijving van Chris en zijn zussen kwamen overeen met een drietal wat de politie nog zocht. Zelfde types en uiterlijk. Het lege slooppand is wel een tijdje gebruikt voor Chris en zijn illegale bedrijf. Maar nu zijn ze er alweer vandoor gegaan. En wat doen we nu? Ja, Yves. Wat doen we nu? Het geld is op. Ik weet het niet meer hoor. Ik ga een stukje wandelen. Ik ga mee. Dus dit was het? Is het nou echt afgelopen voor ons, Ed? Het spijt me, Liz. Ik weet het ook niet meer. Ik stop ermee. Ik kan het niet meer aan. Liz, wacht! Nu zijn we pas echt vallende stars. Het is allemaal mijn schuld. Was ik maar niet verliefd geworden op die Chris, dan was dit ook niet gebeurd. Spoken on.
Dus beste buurtbewoners en journalisten, het is altijd verstandig om via de achterzijde naar binnen te dringen. Er is hier helemaal niemand. Ik voel me toch een beetje een insluiper. Wel nee, we hebben toch journalisten bij ons? Journalisten, ze hebben nog eens camera's bij zich. Het zijn journalisten van de Radio Keus. Daar gaat het toch niet om, ik wil ook wel eens een keer met mijn kop op tv. U had toch gezegd dat het verrassingsaanval zou worden? Waar is de band nou? Misschien hebben ze een optreden. Kom Esther, laten we gaan, het heeft geen zin. Mevrouw, ik ben van Stars FM. Klopt het dat de band overlast veroorzaakt? Nou ja, overlast. Inderdaad, overlast. Nou Esther, je kunt het ook overdrijven. Mevrouw, even een vraagje van de trouw. Bent u zelf ook een muziekliefhebber? Daar gaat het toch niet om, het gaat om het idee. Dank je, Koos, voor deze slimme opmerking. Verder wordt het gebouw niet goed onderhouden. Het onkruid staat wel een meter hoog rondom het gebouw. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Mevrouw, DJ Jenninger van Hit Radio FM. Bent u bekend met onze zender? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Dan kent u vast wel de hit van de Sunnies? Ja, dat is toch van die klassieke muziek? Ja, ik weet wel genoeg. Hoe dan ook, die band veroorzaakt overlast. Ik heb al wekenlang buikpijn van die herrie. Mijn vrouw wordt vaak 's nachts wakker door het lawaai. Ik schaam me ervoor dat ik in deze buurt woon. De band maakt zoveel lawaai dat de melkboer niet meer aan mijn huis bezorgt. Maar Koos, melkboer de Vries is al een jaar geleden met pensioen gegaan. Oh, dat wist ik niet. Mevrouw Nens hier van de Rollerkrant. Klopt het dat u een rechtszaak bent begonnen tegen de band? Ik dacht dat we dat niet zouden doen. Het is ook nog niet zeker. Dus u hebt ons hier naartoe gelokt met een roddel die geen roddel is? Is dat even jammer? Ik had ook bij een interview kunnen zijn met Jan Smit. Nou, de groeten. Doei. Wat nou proces? Ik dacht dat we dat niet zouden doen. Leuke buurvrouw ben jij, zeg. Ik zal die band hier wegkrijgen, al wordt het een proces. Je bent niet goed, Snik. Weet je wat? Je zoekt het maar uit met je proces. Ik doe niet meer mee. Oh, ik geloof dat ik een buikpijn voel opkomen. Koos, ik ga naar de winkel. Ik wist dat ik jou kon vertrouwen, Koos. Koos! Ach, het gaat om je idee. Wat doet u hier? Maak dat u wegkomt. Wachten jullie maar eens af wat er met dit geweldige gebouw van jullie gaat gebeuren. Hallo, heeft hier iemand pizza besteld?